Nou, dit is mijn huis waar ik samen woon met mijn dochtertje. Met heel veel plezier. Alleen sinds 3 jaar ervaar ik heel veel overlast van mijn buurman. En die zit hier eigenlijk precies onder mijn raam overlast te veroorzaken. Zoals je ziet is dit mijn werklotie. Hier rommel ik altijd een beetje. Snij een beetje glas, maak dingetjes voor anderen. Ik ben er elke dag een beetje. En ja, er komen altijd mensen langs. Dat vind ik prettig en gezellig. Ze zitten hier samen en dan zitten ze te praten, ze drinken alcohol. En ja, het veroorzaakt een geluidsoverlast. Dan, ja, dat kan niet. Dit is het zitje voor mijn werkplaats. Waar we altijd gezellig zitten met vrienden of kennissen. De ene dag komen er 2 mensen, zitten met z'n 2, de andere dag zitten we met z'n 5 hier al. Mijn buurvrouw vindt dat niks. Die vindt dat ze er overlast van heeft. En ik denk gewoon dat wij hier gewoon mogen zitten in de zon. Niemand die ons tegen kan houden, denk ik. Het is gewoon alsof je boven de café woont. Ja, het is verschrikkelijk. Ik vind het, maar ik ga het netjes zeggen. Ik ga niet zeggen op televisie dat het een zeikwijf is. Het is gewoon een zeur. De buurman is gewoon een aso. Het lijkt hier wel een buurcafé. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, het liefste zou ik willen dat ze morgen oprot en verdwijnt en nooit meer terugkomt. Het is eigenlijk best een beetje een trieste zaak vandaag. Net als het weer trouwens. Want we hebben te maken met 2 buren die vroeger echt heel goed met elkaar konden opschieten. Maar daar is op dit moment absoluut geen sprake meer van. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. En daarom ben ik heel blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft een hondengedragsdeskundige en een geluidsexpert ingeschakeld. En ik heb met beide partijen afgesproken voor een goed gesprek voor het huis. Kijk, Dirk is er klaar voor. Kom je erbij, Dirk? Als het goed is, is de buurvrouw er ook. Francis. Hallo. Dirk, als jij aan deze kant bij me komt staan, groeten we elkaar nog. Nee, ik ben klaar mee. Ik vond de houding van Dirk erg kinderachtig. En daarom kan ik ook niet op een volwassen manier met hem communiceren. Laten we overgaan tot de klachten. Francis, misschien moet jij toch nog een keer aan Dirk uitleggen waar jij zo'n last van hebt. Ik heb er last van dat jij met al je bezoek hier zit vanaf 1 uur of 6. Ja. Te lallen en te schreeuwen en te drinken. Ik hoor je kind ook halen, ik hoor je kind ook spelen. Maar het verschil is wel dat je hier niet woont, hè? En dat dit gewoon mijn huis is. Auto's, ik mag niks en jij mag alles. Dirk. Jij komt hier om 6 uur thuis en begint meteen al te kloppen op de ramen. Van een beetje stil naar beneden. Nou. Is dat niet waar? Nee, dat is niet waar. En dat weet je zelf ook. Oké. Het feit is wel dat jouw kindje rond 6:30, 7 uur richting bed gaat. En dat het heel lang niet goed geslapen heeft. Dat klopt. En ik heb dat ook heel vaak tegen jou gezegd. Niet op het moment roep ik naar buiten, kan het stil. Heb ik trouwens ook wel eens een paar keer gedaan. Oké. Of ze weten het niet allemaal. Ze hebben het niet meer goed op een rijtje. Maar er komen dingen naar boven. Ja, dat denk ik. Ik zeg niet dat je hier niet mag werken. Als jij om 7 uur je slijptop pakt, hoor je me ook niet. Gebeurt ik heb het gewoon over je bezoek wat hij samenschoot. Je maakt er gewoon een mengay van. Ja, nou goed, dat vind jij. Ja, dat vind ik, ja. Nou goed, daar komen we niet uit. Een gevolg van die mengay, zoals jij het zegt, is dat je af en toe opmerkingen krijgt. Van de mannen die hier zitten. Ja. Dat is natuurlijk wel een ding, Dirk, hè? Dat hoor ik voor... Dat zegt ze nu. Jij hebt dat nog nooit meegemaakt? Meteen moeten bellen. Heb ze nooit gedaan, klaar. Ah, Dirk. Ik krijg mij echt zo op de kast, omdat het me gewoon zo hoog zit. Het is gewoon heel irritant. Jij hebt een aanrijding gehad met de bus. Ja. Er zit een deuk in. Dirk, jij zegt, ik heb nooit een cent gekregen. Ja. Je hebt me daar nog nooit over aangesproken of iets. En dan 1,5 jaar later, nu ik een klacht heb, kom je daarop terug. Welkom. We zijn hier in Zandpoort. En aan de orde is de zaak tussen Francis en Dirk. Zo noem ik u, want iedereen noemt u zo. Geen problemen mee? Nou goed. Nee, goed. En u heeft daar een loods, een werkplaats. Dat klopt. En u heeft daar een woning boven. Ja. Vertel, wat is er eigenlijk aan de hand daar? Want u woont al een hele tijd daarboven. Ja, daar rond een stuk of 10 mannen zitten daar naar buiten in de zomer als het warm is. En de ene maakt een grapje en de ander lacht erom. En ja, ik heb daar last van. Weet je wat ik vind, vriend? De overlast van jouw kind, dat komt bij mij binnen. En de overlast wat ik maak, komt bij jou binnen. En ik vind, ik woon daar. En een kindje van 3 kan je niet vergelijken met 10 volwassen mannen. Dus jij vindt, omdat jij er woont, dat je meer recht hebt als mij? Mijn kind mag gewoon leven. Het is mijn privé. Wat zeg ik? Dat zijn leefgeluiden. Jij, het is jouw werkplaats. En na 6 uur is het gewoon, zou het dicht moeten zijn. Ik heb 24 uur service, heb ik altijd gehad.
Nu heeft u een, want dit is uw werkplaats. Ja. U heeft ook een eigen huis met een tuin? Ja. Waarom doet u het daar niet? Ik zit toch helemaal goed bij mijn werkplaats? Ik ben toch lekker bezig en als er iemand binnenkomt, dan mag dat toch? Maar het gaat mij om de tijd dat mijn dochtertje naar bed gaat. En dat is tussen 7:30 en 8:30. En wanneer ik thuis kom en wanneer ik gewoon rustig wil genieten van mijn rust. In plaats van al die geluiden van die mannen, dat ze buiten samenscholen. Daar heb ik en mijn dochter last van. Ja, samenscholen. Ja, het is maar net hoe je het ziet. Nou, ik heb gezien dat u een stukje, een stukje openbare weg, daar heeft u een... Een matje voor de honden neergelegd, ja. Ja, en een lekker zitje neergezet. Ja, anders krijgt de auto van de buurvrouw voor de deur of anderen. Oh, ja, maar dat wil ja. Ik ook wel. Bij mij voor de deur is een grasmand dat niemand bij mij voor de deur parkeert. Dus ja. Ja, maar goed, het is toch een soort terrasje, zo ziet het eruit. Ja, gezellig. Gezellig, precies. Ja, ook voor de zaak, mooie uitstraling. Mm-hmm, nou, ja. Ik vind het geen mooie uitstraling. Het maakt de buurt juist asociaal. Als daar zo allemaal hangouderen zitten. Ja, dat moest ik een beetje aan denken toen ik het verhaal las. Als er een aantal jongeren ergens gaat zitten met een biertje, dan komt de politie, die stuurt ze weg. Ja. Maar u zit er eigenlijk met de ouderen. Dat krijg ik regelmatig, hoor, want er belt zich om de handhaving of wat ze belt, komen ze ook langs. Dus. En wat zegt de handhaving dan? Hou het netjes en dan gaan ze weer weg. Nou, ik bel handhaving niet, hoor. Nee? Ja, dat zijn andere buren geweest. Ja, oké, okay, nou, het zal. We hebben ook geluidstesten gedaan, meneer Rolfsen. Ja. Wat is daar uitgekomen? De geluidniveaus die we daar gemeten hebben qua decibellen... Ja, die geven eigenlijk wel aanleiding dat ze boven het normale geluidniveau uitkomen... wat eigenlijk mag in een aanpandige woning. Een aanpandige woning, daar geldt een geluidnorm van 35 decibel. Ik heb tijdens het normale geluid 42 vastgesteld. En tijdens het enthousiaste geluid heb ik 55 decibel vastgesteld. Ja, en dat zit er dus wel ruim boven de norm. Ja, dank u wel. Maar u woont er al zo lang boven. Klopt. Is het ook niet een klein beetje een obsessie geworden inmiddels? Nou ja, jullie lachen erom. Maar dat wil een hele hoop zeggen. Want ze nemen me gewoon niet serieus. Na al die keren... Dus, dit is de bovenbuurman geweest, hè? Die is dan ook... Ja, de bovenbuurman die geen kinderen heeft. Dat wil ik wel even zeggen. Het valt me wel op dat elke keer Dirk wat zegt, dat hij me onderbreekt. Oh, nou, excuus. U wilde wat zeggen. Ik heb dus continu boven Vreen gewoond. En dat Vreen zo graag zwanger wou worden met de vriend... kwam ze om 2:00 thuis, daar ging de radio aan. 'S nachts om 2:00, terwijl ik de volgende ochtend ook moest werken. Dus hij hield ook geen rekening met de mensen. Nou, dat is een goeie. Victor, je hebt een soort buurtonderzoek gedaan, hè? Ik heb een aantal mensen gesproken. Ja. Een aantal mensen die op dezelfde verdieping wonen als Francis of zelfs daarboven. Die wonen natuurlijk niet zo dicht op Dirk als Francis. Dus die hadden van het lawaai niet zoveel last, maar die klaagden wel allemaal over de hond. Over dat de ze hond? Daar bang voor waren. Dat is die klein, alleen als ze beginnen mensen langskomen. Dat hij even blaft. Dit is dus het punt wat ik bedoel. Hij hoort gewoon niet wat ik zeg. Oh, dat hoor ik wel. Het gaat om die herdershond waarvan ik bang ben dat hij mijn kind bijt. Hij heeft de buurman gebeten onder mijn oog. En jij doet gewoon alsof het niet zo is. Maar hij loopt ook zo naar binnen. Maar heb jij wel eens toegegeven dat het mogelijk is... dat die hond van jou mijn dochter kan grijpen? Dat is mogelijk. Maar het is ook mogelijk dat als jij achteruit door de straat en rijdt... dat je iemand aanrijdt. Zo hard rij je achteruit. Maar gelukkig hebben we vandaag een deskundige op dat terrein. Mevrouw Ellen van Hoorn. Is het een gevaarlijke hond? Vandaag heb ik niet vast kunnen stellen dat het een gevaarlijke hond is. Maar er zit wel een grote maar aan. Vastgesteld is dat hij meerdere keren is uitgevallen. Ja. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de baas in het belang van de hond... dat hij zorgt dat de hond niet in de situatie komt dat hij uitvalt. Dus ik zou adviseren, laat de hond nooit zonder baas. Ook niet van binnen naar buiten rennen. Ook niet als hij aan de lijn zit? Zeker niet. Die lijn is geen garantie. Ja. Vind ik jammer. Ik vind dat het dier gewoon buiten moet kunnen liggen. Wat vindt u ervan? Ik voorkom liever dan dat ik genees in dit geval. Het is mijn kindje, jij hebt een kindje, je bindt je kindje ook niet vast. Dus je vergelijkt gewoon je hond met... Het is mijn kindje, ja, dat is jouw kindje, maar jouw kindje bijt wel. Ja, hele waslijsten vol. Het is nu niet meer leuk, dus u vroeger ging eigenlijk alles goed. En nu wilt u zelfs een contactverbod? Ik wil daar gewoon een glas van hebben, daarom het contactverbod. Het is uniek. Ik ben de eerste in Nederland, denk ik, alles goed doen. En een contactverbod wordt aangevraagd. Maar het heeft u wel geraakt, hè? Ja, dat is een dolk in je rug, klaar. Want u heeft zoveel gedaan voor haar, ja. En dan krijg je dit. En dan nog het volgende verhaal over de auto. Ja, de auto.
Maar toen dat... het allemaal nog goed was, toen leende u zijn bestelbus wel eens. Ja, dat klopt. Ja. En daar heeft u schade mee gereden. Ja, en ik wil meteen eventjes iets zeggen, mijn excuus aanbieden. Want ik was ervan overtuigd dat het bestuurderskant was. Maar dat bleek inderdaad de bijrijderskant te zijn. Maar ik was dat... Nou, ik wou je al voor mevrouw Koekoek uitschelden. Koekoek, weet je, want ik helemaal gek was geworden. Oh, nee, mag wel. Ja. U weet inmiddels hoe hoog de schade is, getaxeerd? Ja, ik had een rekening van 2000 euro of zoiets, of weet ik veel. We hebben hem laten taxeren. Ja, zeg het maar. Met btw erbij, 1633,50 euro. Ja. U heeft die schade gereden? Ja, dat moet me... Ja, dat denk ik dan. Ik heb daar nooit bewijs van gehad. Duidelijk. Dan heb ik alles behandeld. Dan sluit ik de hoorzitting en dan zie ik u straks terug voor de uitspraak. De buurman is gewoon een ASO. Het lijkt hier wel een buurcafé. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb vanaf de geboorte van dat het kind er is, heb ik altijd rekening met haar gehouden. Alleen zij ziet dat niet zo. Dames en heren, na een lange emotionele dag waarop we maar weer eens hebben gezien dat ook oudere hangjongeren behoefte hebben aan een ontmoetingsplek, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, wat gaat meester Visser doen? Mag Dirk daar gewoon blijven hangen met zijn vrienden en zijn honden? Of moet het stoppen en krijgt Francis haar rust? Ik wil u vragen, voor zover mogelijk uiteraard, om allemaal te gaan staan. Want onze rechter is er klaar voor. Hier is meester Frank Visser. Gaat u zitten. Uitspraak in de zaak tussen Francis en Dirk. De ontmoetingsplek beneden, daar begin ik mee. Ja, dat is op zichzelf een heel sympathiek initiatief. Maar de vraag is, en daarvoor ben ik hier, of dat ook wettelijk is toegestaan. Volgens de splitsingsakte van het flatgebouw heeft de werkplaats de bestemming bedrijfsruimte. En daarmee is onverenigbaar dat Dirk deze ruimte structureel tevens gebruikt als ontmoetingsruimte voor zijn vrienden met hapjes, drankjes en televisievermaak. Wat zeker voor enige overlast zorgt voor directe omwonenden. Door een buiten zonder vergunning op de openbare weg ingerichte en omheinde terras is evenmin toegestaan. Kortom, wettelijk gezien is het gebruik van de werkplaats en het daarvoor op de openbare weg ingerichte terras met bijbehorend alcoholgebruik en luidruchtigheid gewoon verboden en moet daarom stoppen. De hond Shiba is op zichzelf geen gevaarlijke hond, dat hebben we de deskundigen horen zeggen, maar levert wel gevaar op voor voorbijgangers, waaronder kinderen, als deze hond, zonder dat Dirk daar zelf bij is, voor zijn werkplaats op de openbare weg ligt. Ook al is dat aangelijnd, ook dat mag niet meer. Maar daarmee is eigenlijk het geluk op voor Francis, want ik ga het nu hebben over de bestelbus. Francis heeft door haar schuld schade gereden aan de bestelbus van Dirk. En volgens de wet, het is een bruikleenovereenkomst, moet zij die schade gewoon vergoeden. En die is begroot op 1633,50 euro. Dan kom ik nu toe aan de onderlinge bejegening. Het was zo goed tussen u, maar dat is nu over. Het gevraagde klagencontactverbod zal ik echter als onnodig afwijzen. U bent oud en wijs genoeg om elkaar verder met rust te laten. Het over en weer, meer of anders gevorderd, wordt afgewezen. Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. Dank u wel.